ter gelegenheid van de veiling van de eerste pluk van het Koude Mebientje, werd op zaterdag 26 juni het jaarlijkse Bientjesdij gehouden. Door de strenge winter was het er bijna niet van gekomen. En men heeft dan ook lang in spanning gezeten of er, zoals ieder jaar, op de laatste zaterdag van juni wel boontjes aan de man zouden kunnen worden gebracht. Maar via een laatste peiling onder de Bientjestelers komen ze precies op tijd. Hoewel er wederom een divers programma was opgesteld, ging de aandacht vooral uit naar de bekendmaking van het Bientje van het Jier. Elk jaar wordt door de bevolking van Koudum uit hun midden één of soms enkele personen gekozen die zich op de een of andere manier bijzonder voor het dorp hebben ingezet. Deze persoon krijgt een zilveren Bientje opgespeld en mag zich een jaar lang Bientje van het Jier noemen. En dit jaar viel de beurt aan Piet Sonderland. Ik ben heel blij dat ik dit biertje nu drinken mooi. Want nou, ik heb nog een stokje van de oernaam. En we proberen in de komende jaren wat van de mooi te doen. Ik ben blij dat het nou de biertje van hier is. En ik zal zien ook dat wat opknopje. In Koudum vond op zaterdag 26 juni op het plein voor het Beeldhouwcentrum de opening van de kunstroute plaats. Deze middag was er ook de opening van de tentoonstelling van afgestudeerden van de tweejarige opleiding tot beeldhouwer. De commissie van de kunstroute Koudum heeft voor de zevende keer een mooie en afwisselende route gerealiseerd. De beelden staan opgesteld in tuinen, langs de kerk, op het plein en in de etalages van Galerie de Souvereine. De beelden zijn gemaakt door cursisten en beeldhouwers in opleiding van Beeldhouwcentrum Koudum en er is een groot object door leerlingen van basisschool De Wellen. Er zijn beelden van speksteen, serpentijn, kiesisteen, albast, hout, keramiek en brons. De Frisian Solar Challenge is na twee edities uitgegroeid tot het grootste duurzame evenement in Nederland. De race met voornamelijk jonge deelnemers uit de hele wereld voert langs de traditionele Elfstedenroute. De Frisian Solar Challenge wordt elke twee jaar gehouden. Het evenement begint op zondag 4 juli met een attractieve testvaart in de grachten van start- en finishplek Leeuwarden. Vervolgens varen de zonneboten in 6 dagen langs de Friese Elfsteden. De wedstrijd wordt gevaren in 3 klasses, een topklasses en 2 challengeklasses voor 1 en 2 persoonsboten. Recentelijk was men in Elehuizen en Balk bezig met de bouw van zo'n zonneboot. Ja, we hebben al een hele hoop proefvaart. We hebben dus allerlei, van allerlei dingen uitprobeerd. Hoe de vleugels en de hele constructie, daar hebben we enorm mee geëxperimenteerd. En uiteindelijk zijn we nu bezig om dus, wat is de conclusie van eigenlijk uit al de testen. Dat zijn we nu bezig om, dat staat een mooitje. En we hopen nou dat het straks goed werkt en dat we dus een beetje mooi kunnen doen. Here comes the sun. Dus de eerste doelstelling is de race uitvaren, omdat het dus eerste Ierik is. De meeste deelnemers die toch al meerdere jaren mooi. Uw doelstelling is mooi te dwaan, mooi deze materiaalsoort. En eerst eens even autotasten, jongens, wat is daadwerkelijk de snelheid, wat er vaat wordt. We hebben nog verbeteringspunten eventueel, maar dat zal net jij kennen als een volgende race. De meeste teams die hebben dus helemaal een telemetrie systeem. Dus dat men op de kont kan zien hoe presteert de boot. Maar wij hebben echt verkozen om dus degene die achter het stuur zit, die moeten direct de strategische beslissingen nemen. En mijn dochter die stuurt dus onder die stuur dus. En die heeft dus de oren keer niet mooi vaart. Dus, en die heeft dus toch wel echt een beetje inzicht in de hele materie van het varen dus. Er zijn verschillende klassen. Wij hebben dan een klasse, dat is de A-klasse. Daar heb je als reglement dat je met 4 zinnenpanelen en 1 bestuurder in de boot zelf de boot verschermt van energie om een elektromotor om te duwen.
die het vervolgens een schroef ontroert en door de boot vooruit gaat. Nu staan we hier met een paar vrijwilligers te werken. En aan de andere kant doen er teams mee van universiteiten die de hele wereld om kennis even optrommelen kennen. Viel je net een beetje benadeeld? Nou nee, op zich net nee, want het is voor u gewoon een uitdaging om uit te dwalen. Dus. Nou en ik denk dat wij best wel kans maken om uit te dwalen. Dus. Deze boot is van aluminium. Hè. Normaal maken wij boten van 3, 4 of 4 mm aluminium. Dit schip hebben wij vanwege de gewichtsbesparing hebben we van 0,4 mm. Dus dat is de helft van een millimeter. Aluminium hebben wij deze vervaardigen. Dat is haast zilverpapier, man. Ja, dat is haast zilverpapier. We konden dus ik net lassen. We hebben het gekregen als we de vliegtuig bouwen, hebben we hem compleet in elkaar liemen. Ja, de bestuurder moet ik licht wijzen. Ik moet eerlijk aan dat onze bestuurder die is op de lijn nog. Hij moet nog 3 kilo kwijt in de komende 14 dagen. En wij hebben echt dat streeft om alles zo simpel mogelijk te houden. En dat hopen we dus betrouwbaar te wezen. En wij hopen toch net onder te dwalen en snel hier dus. De Workumse band Illinois ondertekent binnenkort een platencontract bij Pias. Bij deze maatschappij zitten onder andere ook de Nederlandse bands Moke, Voiced en Raccoon. Illinois nam eerder dit jaar in Engeland een album op met producer Simon Gogoli, die eerder gewerkt heeft met bands als U2, No Doubt en zangeres Nelly Furtado. Voor zanger Ilan Palstra van Illinois is het contract een droom die uitkomt. De Friese band Illinois, opgericht door singer-songwriter Ilan Palstra, heeft met Do You Hear Me een debuut-cd afgeleverd vol schitterende, melancholische pop-rock-songs met een alternatief randje. De groepsnaam Illinois, niet te verwarren met de Amerikaanse staat Illinois, is een woordspeling op de voornaam van het boegbeeld van de groep, Ilan en Nois. Op zaterdag 19 juni waren er gewestelijke brandweerwedstrijden in de klasse TAS HD. Deze wedstrijden worden gehouden in Uithuizen en was het vervolg op een eerder gehouden wedstrijd waarbij de brandweer van Koudum uitstekend presteerde. Het scenario was een brandje in een frituurpan in het pand van de voormalige discotheek 538. Er waren mensen die als supporters van Nederland voor de discotheek zaten en deze waren er voor de afleiding, want de brand was in het pand waar de brandweer maar door één toegangsdeur naar binnen kon. In het pand zelf waren allerlei obstakels en slachtoffers aangebracht. Uiteindelijk eindigde de brandweer van Koudum als derde. En helaas gaan de eerste twee ploegen door naar de landelijke finale op 11 september in Aalburg. Op maandagavond 5 juli valt het doek definitief. Dan zal de Eerste Kamer het wetsontwerp betreffende de herindeling behandelen. Dit is de laatste instantie. Na goedkeuring door de Eerste Kamer wordt de wet door de koningin ondertekend en daarna wordt ze in het Staatsblad geplaatst. RTN heeft de behandeling door de Eerste Kamer wederom opgenomen en zal deze op dinsdagavond 6 juli om 8 uur 's avonds uitzenden. Zo hebben we de mooie serie van de parlementaire behandeling van het einde van Nijverd. Zodra de Eerste Kamer het wetsontwerp goedgekeurd heeft, betekent dit dat RTN in de toekomst zal veranderen. Per 1 januari 2011 zal zij dan opgaan in een nieuwe omroep, samen met A7 FM uit Bolsward en Radio Markant uit Sneek. Echter, vanaf 1 september zal RTN haar uitzendingen voor de hele nieuwe gemeente, die Zuidwest-Friesland gaat heten, verzorgen.